Sylvana Simons was een werknemer van Denk. En dan ga je met elkaar verplichtingen aan en die is zij niet nagekomen. Dag meneer Kuzu. Goeiedag, hoe gaat het met u? Uitstekend, hoe gaat het met u? Ja, ook heel goed. Verwonderde me eigenlijk dat u schadevergoeding vraagt aan Sylvana Simons. Nou, Sylvana Simons was een werknemer van Denk. En dan ga je met elkaar verplichtingen aan en die is zij niet nagekomen. Het is nu een zaak voor juristen om dat even onderling met elkaar te bekijken. En wat ik me dan afvraag is, welke schade heeft u dan geleden eigenlijk? Het gaat om een contractuele verplichting. Een contractuele verplichting gaat over de duur van een overeenkomst. Het gaat over een relatiebeding, het gaat over een concurrentiebeding. Beding en een geheimhoudingsplicht. Jij hebt met je werkgever vast ook wel een arbeidsovereenkomst afgesloten. Als je je eigen contract nagaat, dan weet je ongeveer waar het over gaat. Nee, maar omdat ik dan zou denken van als je Sylvana aanneemt, dan is eigenlijk op de eerste dag heb je al schade. Misschien bent u juist geholpen. Door schade en schande word je wijzer, hè?